En Sperbeek in de Alpen, op het kortgeschoren gras, met zien sokken op de enkels, en die rond op die de grootste bal. Nog waar Fred zo op zijn eigen, kijkt die steeds of ik hem zie. De ballen vliegen hem de oren, de regels van het spel die kent hij niet. En hij danst, hij zingt, en hij ramt, en hij springt, hij snapt er de ballen niet van. En hij schudt, en hij schudt, maar de bal raakt hij niet. En ik maar denken, hoe het hij dat toch van? En hij danst en hij zingt en hij rent en hij springt. Hij snapt er de ballen niet van. En hij schudt en hij schudt, maar de bal raakt hij niet. En ik maar denk, waar heeft hij dat toch van? Het de man weggehaald. Wie het de man weggehaald? Lotte, mijn liefde, als je vriend, dank je wel, is wat ik vind. Want op de zon is het zien of niet. Wie het de man weggehaald? Het is koud en donker, maar je maakt niks is meer hoe het al. We geven de wolk in de schuld, ik was het er niet in de naam, dan is de kwestie van gebeuren. Wie heeft de man weggehaald? Wie heeft de man weggehaald? Mei 2024 en voor het eerst wordt er in Kuik een geweldig bevrijdingsfeest gevierd. Ik sta vandaag op de Lavendelkade in Heeswijk en bij mij heb ik de heer Hoeve, Roel Hoeve. Ik ben de penningmeester van buurtvereniging Voffen in de Heeswijkse Kampen. Ja, Roel, de buurtvereniging heeft dit georganiseerd, hè? Ja, dat klopt. In samenwerking met het boothuis. En alle sponsors die we daarbij hebben mogen betrekken. Het zijn er heel veel, te veel om nu op te noemen, denk ik. Maar iedereen bedankt daarvoor alvast. Ja. Vanmorgen zijn jullie gestart met kinderspelen. Wij zijn even langs geweest en er waren heel wat kinderen al, hè? Ja, wij schrokken daar een beetje van. We hadden niet verwacht dat er zoveel kinderen al op af zouden komen. Dus dat gaf al een beetje aan wat het succes van de dag zou gaan worden. Je ziet het, er zitten best veel mensen al te eten. Het was op de dag nog veel drukker. Dus ik denk dat we mogen spreken van een succes. Ja, ja, want eerst de kinderspelen, daarna is er een prachtige muziekband hier geweest. Ochtendvoer. Ochtendvoer hebben wij leren kennen op de nieuwjaarsreceptie van het gemeente Land van Kuik. En onze secretaris was zo enthousiast over deze band dat we hebben besloten om hen te benaderen. En die zijn ons tegemoet gekomen in de kosten om hier een mooi feestje neer te zetten. Ja. Tussen de muziek door hadden jullie ook nog sprekers die praten over de vrijheid en zo. Wie hadden jullie uitgenodigd deze keer? We hadden Ton van Elk de Vreze, Nadia Jansen van Meteren en Vincent Mastail. Die hebben een stukje verteld over de vrijheid. Ja. En dan nu, nou ja, zoals we kunnen zien, de vrijheidsmaaltijd. Hoe komen jullie daaraan? De vrijheidsmaaltijd is gesubsidieerd door het V-fonds, dus het veteranenfonds die aangesloten is bij het 4 en 5 mei.
Die hebben ons subsidie ter beschikking gesteld, waarbij het boothuis een mooi menu heeft samengesteld. Daarnaast hadden we nog de vrijheidssoep die de hele dag verkrijgbaar was, gratis. En zoals je ziet zijn de mensen daar nou lekker van aan het genieten. Ja. Heerlijk, ruim 100 mensen zitten er volgens mij, of niet? Ja, ik denk dat we hadden vooraf 80 aanmeldingen gehad. Ik denk dat er op de dag tussen de 100 en 125 mensen zijn geweest. Zeker toen het zonnetje scheen was het op bepaalde plekken wel erg druk. Ja. Kunnen we spreken van een succes? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we mogen spreken van een succes. Ja. Nou, dankjewel voor je tijd. En niet alleen aan jou natuurlijk, maar aan al die vrijwilligers die dit tot een succes hebben gemaakt natuurlijk. En ik zou zeggen, smakelijk eten. Ja, dankjewel. En ook namens mij, alle vrijwilligers en sponsoren, hartstikke bedankt voor het mede mogelijk maken van dit evenement. Dankjewel. Leef, lach en drink maar, samen eentje met mij. Leef, lach en drink maar, lach ons allen blij. Ook iedereen bedanken die ons in ons gelooft. Daarmee alle onze sponsoren. Word lid van de buurtvereniging Voorfun, de Heeswegse Kampen. Om ook ons grotere evenementen te laten bloeien zoals deze is. Dit is het eerste concert die hier gegeven wordt op de Lavenderkade. Als dank dat jullie hier aanwezig waren. Dankjewel. Dat is goed. 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 Dat is goed.